Tijd voor een nieuwe video. In deze video gaan we een kijkje nemen naar de allernieuwste Game Gear chair. Deze keer hebben we samengewerkt, net zoals de vorige editie, met Speedseat. Het gaat dus om een nieuwe versie van de Game Gear stoel. Deze keer zijn we voor iets meer accenten gegaan met geel. Dat zullen we zo meteen zien. En dan zullen we gewoon maar even overlopen wat er in de doos zit en hoe je hem in elkaar steekt. Uiteraard gaan we een paar deeltjes skippen zodat het een beetje sneller vooruit gaat. Maar in principe moet je deze makkelijk op een kwartiertje tijd in elkaar kunnen steken. Dus als eerste hebben we in de doos de rugleun. Okay. En dat is vernieuwend. Dat heb ik tot hiertoe nog nooit gehad. De kussentjes zitten er al op, wat dat super handig is, want anders moet je altijd dat bandje proberen onderdoor te trekken. Zoals bij alle stoelen krijg je dus twee kussentjes, waar dat dan het Game Gear logo op zit. Een rugkussen en een nekkussen. Dus zoals je ziet is de grote verandering dat we hier in het midden geel steksel hebben. De lijnen aan de buitenkant zijn ook voorzien van een gele kleur. En van achter, en dat is wel super cool, is hier ook het plastic is geel gemaakt. Dan had ik deze eigenlijk beter meteen gedaan. In plaats van het in de plastic zak te laten zitten, want je moet hem toch open doen. Hoppa! Tada! It's nice. Dat is deel 1. Blijven staan. Dan hebben we de wielbasis met de zwarte anti-slip blokjes, hoe moet ik het noemen, erop. Ook leuk dat het hier al op zit. Je moet er zelf ook niet op klikken, kun je er niet verkeerd op zetten. Ook niet onbelangrijk. Dat heb ik de eerste keer wel gedaan. Die zijn lastig om eraf te halen. Wat hebben we nog? Een doos met wat ik gok, de wieltjes. Jop, de wieltjes en dat schoonheidsstukje plastic om de vijs te verbergen. Zit er hier. Een kleine handleiding. Dat zie je al, dat is het pompmechanisme. En waarschijnlijk ook de pomp. En als laatste hebben we het zitvlak met ook de gele toetsen, stiksel en gele rand. Hoppakee. Dan gaan we nu in snel tempo de stoel in elkaar steken. Dan doen we even een kleine fast forward, zodat we meteen naar het resultaat kunnen gaan. Voilà, we zijn dus bijna klaar. We hebben het pompsysteem onderaan de stoel bevestigd. We hebben de leuning aan de stoel bevestigd. Dat kan uiteraard gewoon met de inbesleutel die dat erbij zit. Dan hebben we twee plastic plaatjes aan de zijkant erop gedaan. Het enige wat ik moet vermelden is wanneer je de pomp erop zet, er staat geen pijltje op, alleen een metalen streepje. Dat is dus de kant die naar voren moet. Bij de meeste pompen zetten ze daar nog het woordje front op of een pijltje. Dat zijn we helaas vergeten. Dus bij deze, als je de stoel in elkaar steekt, het tension systeem moet gewoon naar voren. Het enige wat we dan nog moeten doen is de stoel op de basis zetten. Voilà. En dat is het. Hiermee zit de stoel dus volledig in elkaar. Nog even kijken of de pomp werkt, niet onbelangrijk. Voilà, die werkt gelukkig ook. Dat is dan de Game Gear stoel. Hier kan je hem zien in volle glorie. We hebben het dus de kussentjes met het Game Gear logo. We hebben het logo hier in het bovenstuk. We hebben de afwerking met de gele naden en de gele rand.
En dan zo kan je hier nog eens de achterkant zien. Voilà, ze zijn op de website vanaf nu beschikbaar voor €259. Ze zitten in de categorie van de stoel en uiteraard ook in de categorie Game Gear. Mocht je nog vragen hebben, plaats dan gewoon een comment of wil je hem eens komen testen, kom dan gewoon naar de Game Gear Store hier in Turnhout en dan kan je hem eens uitproberen. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video.